Er is een klimaatakkoord vastgesteld en de ambities uit dat klimaatakkoord die zijn vertaald in de energievisie van de gemeente Stijn. Het klimaatakkoord gaat ervan uit dat in 2030 50% CO2-reductie is opgenomen. Nou, inwoners en ondernemers kunnen zelf ook een grote bijdrage leveren. Zullen dat ook al moeten, denk ik. Maar dat kunnen ze bijvoorbeeld heel simpel doen door een huis beter te isoleren of een pand beter te isoleren. De verwarming een graadje zachter zetten, een trui aandoen, de auto wat vaker laten staan. Maar ook door bijvoorbeeld, als je dan een investering moet doen in je nieuwe huis of in het huis, dat je dan bijvoorbeeld ook zonnepanelen gaat aanschaffen. Nou, de gemeente heeft vanuit het Rijk de opdracht gekregen om samen met burgers en bedrijven de energievisie mogelijk te maken, of de klimaatdoelstellingen mogelijk te maken. En dat betekent dus dat wij als gemeente moeten gaan faciliteren, informatievoorziening moeten verstrekken, daarnaast ook een goede voorbeeldrol moeten geven ten aanzien van de klimaatdoelen. Nou, de gemeente draagt zelf ook haar steentje bij aan het verduurzamen. Dat doen ze op verschillende manieren. Door bijvoorbeeld het verduurzamen van onze eigen gebouwen. Duurzaam inkopen. We kopen heel veel in als gemeente en vragen daar ook een stukje duurzaamheid bij. Daarnaast stimuleren we zaken als het groene net. Een warmtecircuit binnen de gemeente Stijn en binnen de regio, waarbij restwarmte van DSM wordt gebruikt. Om uiteindelijk te zorgen dat mensen van het gas af kunnen. Onze inwoners kunnen zelf nu ook al gebruik maken van een aantal regelingen. Wij participeren als gemeente in het project Dubbel Duurzaam. Dat betekent dat je zowel je huis verduurzaamt in de zin van duurzaam met energie omgaan, maar ook duurzaam in de zin van langer thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast hebben we natuurlijk ons zonnepanelenproject, waarbij je op een goedkope manier een lening kunt afsluiten bij de gemeente en helemaal ontzorgd wordt in het kader van de zonnepanelen. En daarnaast zijn er een aantal subsidieregelingen, zowel op landelijk als op provinciaal niveau. Duurzaamheid is belangrijk voor onze planeet en voor de toekomst van onze kinderen. En daarom is het van belang dat iedereen daaraan meedoet. Die doelstellingen vanuit het klimaat kunnen we niet alleen doen en dat doe ik het liefst met jullie samen.